In deze instructievideo laat u zien hoe u de instelbare temperatuur per zone kunt begrenzen. Ga daarvoor naar het configuratiemenu door de toets menu ingedrukt te houden voor circa 5 seconden totdat het scherm verspringt. Er volgt dan nog even een waarschuwing om te voorkomen dat u per ongeluk wijzigingen doorvoert. Bevestig dat met de groene knop. En ga naar zoneconfiguratie. In dit voorbeeld willen we de slaapkamer begrenzen in zijn maximaal instelbare temperatuur. Ga daarvoor naar min-max instellingen. En breng de maximaal instelbare temperatuur terug naar, in dit voorbeeld, 22 graden. De maximaal instelbare temperatuur kan worden begrensd op 21 graden, in dit voorbeeld 22. Ook kunt u de minimaal instelbare temperatuur verhogen van minimaal 5 graden naar een waarde van bijvoorbeeld 15 graden. Nou, bevestig deze instelling en deze begrenzing met de groene knop. Keer terug naar het basisscherm via het sleuteltje en het blauwe huisje. En de instelbare temperatuur is in dit geval voor de slaapkamer niet hoger mogelijk dan de zojuist begrensde waarde van 22 graden. En aan 0 onderzijde niet lager in te stellen dan de zojuist begrensde waarde van 15 graden. Deze begrenzingen zijn ook daarmee direct op de app actief en ook in de ruimte zelf. Het opheffen van deze begrenzingen of aanpassen doet u eigenlijk op dezelfde wijze zoals juist getoond en keer weer terug naar het basisscherm middels het blauwe huisje. Uw Evo Home is zo weer klaar voor gebruik.